club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like... We zijn hier vandaag omdat we met de Brede Raad en met Rotterdammers in gesprek zijn over hoe kan Rotterdam onbeperkter worden. Hoe kan iedereen deelnemen aan Rotterdam op die manier dat hij of zij dat wil. Ongeacht de eventuele beperking die mensen hebben. En daar willen we als gemeente heel veel van leren van de ervaringen die mensen zelf hebben. Vanavond gaat het over werken in Rotterdam, sporten in Rotterdam, wonen in Rotterdam, je begeven op straat in Rotterdam. Al die dingen die voor iedereen eigenlijk vanzelfsprekend zijn, behalve als het niet lukt. Ik heb van de Brede Raad een uitnodiging gekregen om vanavond hier te zijn. Daarbij is dan de bedoeling om te proberen probleemgevallen aan te kaarten, waardoor de gemeente er iets mee kan doen. Ja, wat ik belangrijk vind aan zo'n avond als vandaag is dat er naar ons geluisterd wordt. En dat er ook iets mee gedaan gaat worden. En dat moet je altijd op de lange termijn zien. Je kan niet verwachten dat er volgende week weer iets gebeurt. De mensen zijn in ieder geval zeer betrokken en enthousiast om hun mening te geven, om mee te denken. Wat wel opvalt is dat het vooral in eerste instantie gaat om dingen te benoemen die niet goed gaan. En natuurlijk kun je alles met heel veel geld en technische oplossingen gaan regelen. Maar ik denk dat de kunst is om met elkaar te kijken hoe je de ambities die er zijn zo eenvoudig mogelijk en zo goed mogelijk kan oplossen. I'm in love with the shape of you. Het VN-verdrag is een jaar geleden geratificeerd door de Tweede Kamer. En nu hebben alle gemeenten de opdracht om uitvoering aan te geven. En het dwingt niet, maar het beveelt wel heel erg aan om je gemeente toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dat VN-verdrag, daar staat natuurlijk in dat wij als mensen met een beperking mee moeten kunnen doen in de samenleving. Niet een aparte groep zijn, maar een volwaardige groep die mee moet kunnen doen. En dat is waar we nu mee aan de slag gaan. De samenstelling, ja, dat was eigenlijk een groep mensen vanuit alle richtingen. Je ziet scootmobiels, je ziet mensen met een blinde geleidehond, je ziet mensen zonder beperking. Eigenlijk alle soorten en maten hebben we vanavond wel aanwezig. Er zouden meer van deze avonden mogen zijn. Maar ook dat moet je niet overdrijven, want we zijn geen aparte groep. We zijn een groep die in een samenleving leeft. De meest opvallende reactie vond ik, eindelijk. Er wordt met ons gepraat in plaats van over ons. Ik vond het een hele gezellige, rustige, relaxte sfeer. Er werden problemen door iedereen herkend. En dat onderkennen en herkennen van elkaars problemen is natuurlijk ook al een steuntje in je eigen rug. En ik heb het gevoel dat de mensen die ik nu gesproken heb van de Brede Raad, dat die echt daar ook heilig in geloofden om dit aan te gaan kaarten. Je moet ergens beginnen. En Keulen en Aken is ook niet op één dag gebouwd. Dus... Maar begin ergens. De Brede Raad gaat volgens mij nu de samenvatting maken van wat er van de avond is opgehaald. Wat de prioriteiten zijn. En gaat ook een advies maken op basis van de input van deze avond naar de gemeente. Na de zomer gaan we met deze informatie, met de Brede Raad en ook met collega's, ambtenaren vanuit de gemeente rond de tafel zitten. En dat gaat vervolgens leiden tot een plan voor een aanpak, wat we ook met uiteindelijk de wethouders en de gemeenteraad zal besproken gaan worden.